Dames en heren, fijn dat u in zo'n grote getale bent gekomen. Uiteraard een hartelijk welkom aan het college, de leden van de gemeenteraad. Maar bovenal aan, ik wou zeggen het echtpaar Vugts, het is net een bruiloft zo, hè? Maar de dames Vugts, moeder en dochter en alle vrienden en vriendinnen en bekenden die bij dit mooie moment aanwezig zijn. De meeste van u zullen weten dat het huis waar we staan is eigenlijk tot stand gekomen van, door en met de Vugtenaren. Vugtenaren hebben hier aan getimmerd, hebben hier gemetseld, hebben hier prachtig smeedijzerwerk doen hangen. Vugtenaren hebben ook bijgedragen financieel aan de totstandkoming van dit pand. Met name bijvoorbeeld ook het prachtige glas in loodraam raam wat hiernaast zit. Ter gelegenheid van de 50-jarige bevrijding van Vught door de Schotten destijds. Vughtse inwoners hebben allemaal een stukje glas gekocht. En zo is dat raam tot stand gekomen in 1994. Toen Hare Majesteit de Koningin aankondigde dat ze plaats ging maken voor Zijne Majesteit de Koning, was het natuurlijk evident dat we ook hier moesten nadenken over er moet een beeltenis van de nieuwe koning in dit huis komen. En we hebben onmiddellijk als college gedacht en later ook gesteund door de gemeenteraad, we moeten in de traditie van dit huis, namelijk van voor en door Vugtenaren, die traditie moeten we eigenlijk doortrekken. En toen kwamen we al heel snel bij de kunstenares Saskia Vugts uit, omdat we daarvan wisten A, dat ze geboren en getogen en opgegroeid en geleefd heeft hier in deze prachtige gemeenschap. Maar B, en dat is misschien nog wel veel belangrijker, dat ze ook echt kwaliteit levert. Dat heeft ze in het verleden natuurlijk meermalen bewezen. Vervolgens kwam ook meteen het idee van ja, de burgemeester staat altijd met zijn ambtsketen vooraan. Misschien is het wel leuk om de onthulling een bijzonder tintje te geven. En toen kwamen wij al snel bij een andere Vughtse inwoner, namelijk de moeder van Saskia, die nog steeds in goede gezondheid in ons midden is en tussen ons in woont. Het jammere van zo ver weg is dat je alle details nu niet meer goed ziet. Want alleen de wenkbrauwen hebben geloof ik al 3 weken gekost. Maar het geheel, ik denk dat we het daar allemaal mee eens zijn en dat onderstreept ook het applaus. Is een prachtige aanwinst voor dit geweldige raad. Dankjewel. En Saskia, ook voor jou. Kleinigheidje. Dank voor alle energie en voor het prachtige resultaat. En ook trots op Saskia dat ze dit afgeleverd heeft in goede staat. Tenminste, dat hoop ik. Het is de 5e koning of koningin die ik meemaak in mijn leven. Dus het is er heel wat. En ik ben heel trots op ons Oranjehuis. Dat moet ik zeggen. Maar heel hartelijk bedankt. Bravo.